gaan vandaag iets heel bijzonders doen. Ik ben namelijk uitgenodigd voor het Mayport Talentendiner. En zelfs RTL 4 is aanwezig bij het Mayport Talentendiner. Sonja Silva, want het Mayport Talentendiner, dat komt op RTL 4. Ja, yep. Binnenkort. Allemaal kijken naar Van Passie naar Droombaan op RTL 4 vanaf januari. Achter mij wordt hard gewerkt door allerlei belangrijke mensen uit de haven, allerlei directeuren, om een prachtig diner voor te bereiden. Kijk, daar zijn we. Nog steeds bij het Mayport Talentendiner. En ik zit hier met wie zit ik hier? Met Axel Snoeien. Heb jij het een beetje naar je zin, Axel? Hartstikke naar mijn zin. Alleen, ik heb nog geen wijn gekregen. Dat was wel een beetje jammer. En kijk, er zijn ook een heleboel vrouwen in de industrie. Ja, ik heb hier gewoon in ieder geval... Michelle van de Week. Kijk. En ook ik heb het naar mijn zin. Ja. Even kort naar de recruiters. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Hebben jullie het ook een beetje naar je zin? Ja, maar hartstikke leuk. Heel erg leuk. Ja. Een beetje leuke student ontmoet? Ja, zeker. Ronald van der Sluis, van Engie. Ja, dit was een fantastische avond. Het waren niet fantastische studenten, het waren gewoon ongelofelijke talenten. Ik heb heel veel inspiratie opgedaan, heel veel energie opgedaan. Ja, fantastisch dat we met zulke mooie jeugd in het land zijn. Malcolm Ossewijer van Wilmar Europe. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij... deze mooie avond heeft ervaren. Ja, fantastische ervaring voor mij om hier voor de eerste keer te zijn. Ik heb heel veel jonge mensen met heel veel passie voor hun studie en eventueel hun latere loopbaan mogen ontmoeten. Dankjewel. De organisator van het Gild is Matti. Matti, bedankt. Wil je ook nog even een kort woordje richten tot de kijkers? Nou, we doen het met heel veel plezier inmiddels voor de zesde keer. En ja, bedrijven zijn blij, studenten zijn blij, mooie ontmoetingen gefaciliteerd en dat is waar we het voor doen. Dus, en volgend jaar weer. Denk het wel. Het is wel sluitingstijd geweest, maar er wordt nog steeds hard gespeeld. Ik hoor niet anders verwacht.